Gewoon opruimen, mensen. Hoppakee, pam. Nou, ik zeg niks. Ik ben net ook al gedacht. Dus. Knallen. Lars wil volgens mij wel een stemmetje gaan uitbrengen. Het mag in ieder geval. Oh. Welkom bij deze nieuwe weerwolven. Ik wil jullie vragen om terug te gaan naar jullie huisje. Wel te rusten. Daar. Ja, maar ik ben aan een andere kant gaan zitten, dus ik had geen idee meer. Nacht nummer 1. En er wordt weinig geslapen. Speler Wit moet voornamelijk uitkijken. Hij staat namelijk op de lijst van de moordenaar en de weerwolven. Ze willen hem beide vermoorden. Maar dat lukt vannacht nog niet. De moordenaar is namelijk verleid door de verleider. En naast de wolven is ook de dokter op bezoek gegaan bij Speler Wit. En hij houdt hem in leven. Hierdoor mislukt ook de aanval van de wolven. De burgemeester is ook wakker en bekijkt Speler Geel. Hij komt erachter dat Speler Geel een schuldige speler is. De Cupido die schiet ook de pijlen op twee nietsvermoedende spelers. De Cupido linkt Speler Wit en Oranje aan elkaar. Zo komt er een einde aan een eerste nacht waarin niemand sterft. Welkom allemaal in het dorp. Goedemorgen iedereen. Hallo. Goedemorgen. Keer niet dood. Goedemorgen. Inderdaad, een keer geen doden deze ochtend. Morgen. Zeer rustig geweest. Maar rustig betekent niet direct dat het goed zit. Meneer Pas, je hebt je deur op laten staan. Zeg nu in kerk geboren. Ja. Jurgen, jij ook. We zijn hier met z'n allen. En er is niemand gestorven. Dat is op zich goed nieuws. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie bevindingen zijn. Of er jullie iets is opgevallen. Ik begin even bij Viren X. Wat weet je? Ja, eerste dag of eerste nacht, dus ik weet het niet echt. Het is wel raar dat er meteen al iemand of niemand dood is eigenlijk, maar geen idee. Duidelijk, duidelijk. Ja, wat dat betekent, dat weten we niet. We gaan naar jouw buurvrouw. Wat is jou opgevallen? Nee, het was redelijk rustig. Duidelijk, duidelijk. Elray, wat weet jij? Nee, ik heb niet echt wat gehoord. Ook niets gehoord, duidelijk. Dan is het op dit bankje stil, maar we gaan naar onze games. Nick, wat heb jij gehoord? Nou, niet echt iets specifieks. Nee, het viel me wel op dat het bed een stuk zachter was dan de vorige keer, dat zeker. Mooi zo. Daar heb ik hard mijn best op gedaan. We gaan naar Vakonov. Lars, wat heb jij gehoord? We horen jou in ieder geval niet, want jij bent waarschijnlijk gemute. Verkeerde knopje. Dat is allemaal moeilijk. Nee, ik denk, ja, weet je, als er niemand dood is, dan is er waarschijnlijk iemand heel onzeker over zijn eigen kunnen. Want die heeft meteen al zijn powers ingezet. Maar wie dat is, ik heb geen flauw idee. Duidelijk, duidelijk. Jouw buurman, Torak Wolf, wat weet jij? Ja, nou, er zouden zoveel dingen gebeurd kunnen zijn, dus ja, ik weet het ook nog niet. Zoveel gebeurd waarschijnlijk. Ja. Joost? Er kan veel gebeurd zijn of heel weinig. Zien we later. Dat kan inderdaad ook. Remco, de gast. Oftewel Remco, de gast. Wat weet jij? Behalve dat ik vrij onrustig geslapen heb, heb ik niet veel gemerkt. Maar ik vind het wel heel opmerkelijk dat Fire X net al zei... Het is wel raar dat er niemand dood is gegaan de eerste nacht. Ja, ik vind dat toch wel raar, Fire. Ja, nou ja, dat is inderdaad raar dat jij raar vindt dat niemand dood is. Ja. Toch, jongens? Misschien dacht je ook. Ja, dat is wel raar. Ik heb iemand geprobeerd te vermoorden. Ja, dat zou kunnen. Hey, Viren, daar ga je. Nou, er gaat nog helemaal niemand. Ik kom meteen een kampvuurtje in. Nee, er gaat nog niemand. We zijn het rondje nog niet af. Edeldier, ik ben wel benieuwd of jij iets hebt gehoord. Nou, niet heel erg veel. Maar ik hoop wel dat het niet zoals de vorige keer gaat zijn. En dat er vier nachten niks gaat gebeuren. Het is heel gezellig, maar dan zitten we hier nog even. Dat betekent dat het goed gaat voor de dorpelingen als er niemand sterft. Guus, wat weet jij? Nou, als eerste nacht is redelijk rustig gebleven, dus ik heb geen bedenkingen. Check. Weinig bedenkingen. Rode Kop, jij misschien? Nee, nog niks verdacht. Duidelijk. Dan gaan we naar Kevin de Grote als laatste. Ik heb ook net gemerkt, misschien aan de andere kant van het dorp iets actiever, maar ik heb net... Je hebt niks gemerkt, duidelijk. Dan wil ik jullie, ondanks dat er weinig bevindingen zijn, weinig mensen al verdenkingen hebben,
wil ik jullie toch de mogelijkheid geven om iemand weg te stemmen. Dat kan namelijk overdag. Als er een meerderheid aan stem is, dan kan er iemand op het matje geroepen worden. En die mogelijkheid krijgen jullie nu nog van mij. Niet dat ik ga stemmen. Ik vind niemand is nog zeker. Waarom zouden we dan gaan stemmen? Dat is het hele doel. Ik vind ook dat we moeten gaan stemmen, jongens. Gewoon opruimen, mensen. Hoppakee, pam. Nou, ik zeg niks. Ik ben net ook al gedacht. Dus. Knallen. Lars wil volgens mij wel een stemmetje gaan uitbrengen. Het mag, in ieder geval. Hallo? Ja, het was jouw blokje. Ik ga een blokje. Dat is een kleurtje van je. Blokje. Hier, bam, blokje. Volgende blokjes. Oh! Wow! Je hebt het verkeerde blokje vast. Lars die pakt gelijk een rood blokje. Ik zie Remco met een lichtblauw blokje. Ja, die blokjes in je hand houden, dat doet niet zoveel. Jullie mogen achter Lars, daar bij het graanveldje, daar mag jij zeker heen. Ja, ga ik even rood. Want rood, ja, echt meteen met naar mensen wijzen. Daar ook niet moeten door. We wachten op elkaar? Mogen jullie zelf weten, jongens. We kunnen misschien ook gewoon één voor één en dan als je iets wil droppen, dan doe je dat. Ja, oké. Okay. Hoe werkt het met die stemmen? Degene die gekozen wordt met de meeste stemmen, die moet hier straks het midden zich verantwoorden voor de hele groep. Ik vind het echt komende mensen wijzen. Kan niet, Remco, kan niet. Dus niet, ja, je wilt hoe lang wil je dat dit moet duren? Nou ja, eerste nacht. Het zou wel fijn zijn als ik op tijd in mijn bed lig. Nou, ik ga. Op deze manier weten we in ieder geval dat mensen op tijd in hun bed liggen, Lars. Dus het komt helemaal goed. Er wordt namelijk gestemd door meerdere mensen. Zijn er nog mensen die erheen willen of blijft de rest zitten? Nee, ik vind het wel goed zo. Best. Ja? Ik denk dat het hierbij blijft. Dan gaan wij maar eens al even kijken wat er in het kistje te vinden is. Hey, de god. Oh, daar is die. Oh, god. Kom binnen. De god is er en ik zie dat er twee blokjes in de kist zijn gedaan, dames en heren. Oh. Oh jee. Twee blokjes op twee verschillende mensen. Er is dus geen meerderheid. Wat een schok. Bam. Wow. Opkom. Wow. Ik geef jullie dus nog heel even de mogelijkheid. Of als er nog iemand is die een stem wil aanvullen, dan kan er misschien een meerderheid komen. Oh, come on, ik doe ook voor de eerste keer mee. Nou, laat ik dan ook nog even een stem uitbrengen. Ja, nou, kijk, Lars heeft puur en alleen nog een gelijkstem in, maar als we er nu goed van gaan maken, dan... Ja, maar als Remco als enige op mij gaat stemmen, bijvoorbeeld, dan hebben we alsnog een gelijkspel, dus... Ik durf te gokken op wie Remco een stem gaat uitbrengen bij een gelijkspel tussen hem en Lars. we kunnen ook met z'n allen daar nu heen, ja, ik weet niet. Remco, ik vind het beter. Best een leuke gozer. Ja, we kunnen ook allemaal gaan en dan zelf bepalen of je iets indoet of niet. Dan weet je niet wie die heeft gestemd of niet. Dat is zeker waar. Joost Zwart is nu ook binnen geweest. Oh, Jassa, die brengt spanning in het spel. Oh. Hoe gaan we nu allemaal? Onze Nick gaat erheen. Ja, we kunnen wel één voor één dan, denk ik. Gewoon gezellig een wandeling. Gewoon allemaal. Alles mag. Oké, dan hoeven we alleen maar te wachten tot iemand uit het huisje komt. Anders gaat het heel lang duren. Ja, dus de volgende mag gaan. Je hoeft niet per se te stemmen, je mag gewoon. Je hoeft niet, je mag wel. Maar ik zie dat hier iemand onderweg is. Oh. Twee mensen. Je hoeft alleen maar alleen het huisje in te gaan. Hè? Je hoeft niet alleen daar naartoe te lopen. Nee, ja, je mag met elkaar in het huisje, maar je hoeft... Ja, schijnbeweging. Gooi je boekje dan maar in. Zip je erin. Ook wit. Torak Wolf gaat nog naar binnen. Ik zie dat Edeldier ook onderweg is. Oh, ja. Maar wie zegt dat ik op jou heb gestemd? Ja, nou, kom op zeg. Ja, ik heb andere reden om andere mensen te verdenken. Kom op, hoor. Oh, echt? Of is hij de dorpsgek? Nee. Ik zie dat er nog iemand gaat stemmen. Een om anderen te verdenken. Ah, ja, ik vond die ene knul hier rechts tegenover mij toch ook wel erg verdacht. Ja, dat is waar. Volgens mij is iedereen daar alsnog geweest. Hij ruikt ook niet zo fris. In het huisje. Wow. We hebben geen douches gekregen. Nou, daar komt hij weer. Ruik. Oh ja, eerst een harde bed en nu gaan jullie de god alweer vragen om douches. Ja, we willen wel luxe. Ja, en mijn internet is ook niet zo best. Dus... Ja, dat zal allemaal wel. Ik ga in de kist kijken, dames en heren, want daar is gestemd. 5 games. Ik ben benieuwd hoeveel blokjes erbij zijn gekomen. Nee. En dan zien we dat er een meerderheid is gevallen, dames en heren. Oeh, spannend. En de kleur is wit. Jullie willen graag Remco spelen rood. Remco. Oh, hallo, dag allemaal. Welkom in het midden, Remco. Jij bent op het matje geroepen. En je krijgt nu de kans om je nog te verdedigen. Om
De rest te laten weten waarom jij vandaag niet moet sterven. Nou, ik denk dat ik gewoon een hele gezellige buurman ben. En de enige reden dat ik net een beetje onaardig was tegen meneer of mevrouw Vieron X, meneer. Ja, sorry man. Ik wilde gewoon wat spanning en sensatie in het spel brengen. Ik vind dat wel geinig. Nou, dat is je ook zeker gelukt. Dat is zeker gelukt. Het is toch geinig? Nick? Maar, geinig. Kijk, ik ga hier wel eerlijk met jullie zijn. Ik denk sowieso dat hij geen moordenaar of visie-inrichting is. Ik denk eigenlijk meer dat hij de doorbrek is. Ja, daar dus moeten we wel voor oppassen. Boom. Direct. Zo ben ik gek. Ik zie sowieso geen reden om hem te verdenken. Hij neemt alleen wat feiten op. Anders geven jullie me nog een kans. Geef me nog blijven blijf voor mij. Dit is gewoon pure omgekeerde psychologie. Dit is heel naag. Ja. Als jullie me nog een kans geven, ga ik bewijzen dat ik een vriendelijke buurman ben. Oh, ja. Wat heb je vannacht allemaal gedaan? Ik vond hem niet heel verdacht, maar ik vind het nu wel een beetje apart. Heb je de hele nacht in mijn huis gezeten? Heb je vannacht een actie uitgevoerd? Ik heb liggen slapen vannacht. Ja, maar je wist toch iets over hem? Nou heb je in één keer de hele nacht je huisje gelegen. Nee, want hij verraadde zichzelf net. Dat klopt, ik ben het redelijk eens met... Zeg maar, ik snap waarom Remco dat heeft gezegd, daar ga ik wel eerlijk in zijn. Maar voor direct te verdenken misschien is wat... Ja, maar Guus is mijn buurman, die heeft gezien dat ik thuis was. Nee, ik lag te slapen, maar ik heb niks gehoord, dus... Guus dronken in zijn bed. Oké, zullen we maar gaan stemmen? Dat lijkt mij een goed idee, Edeldier. Ik wil graag van jullie weten in de chat op 3, 2, 1 of het onschuldig of schuldig is. 3, 2, 1. Jongens, wauw! Nou. Jullie gaan nu geen spijt van krijgen. Voor de wow. Unaniem onschuldig, Remco. Ik hoop dat echt een fijn gevoel geven, Remco. Ik ga zo lekker slapen vannacht, oh, Lars. Het zou een hele mooie comeback zijn als het toch jou blijkt te zijn. Laten we het niet hopen. Welterusten. Nacht nummer 2. Wederom wordt door de moordenaar gekozen om speler Wit te vermoorden. Maar wederom komt speler Wit goed weg omdat de verleider de moordenaar afleidt. De wolven die hebben meer succes. Zij besluiten speler Zwart te vermoorden. De wachter die is ook wakker en bekijkt het huis van speler Rood. Zij krijgt te zien dat speler Wit op bezoek komt. Speler Wit is namelijk de burgemeester die erachter komt dat speler Rood onschuldig is. Zo eindigt de tweede nacht met bloed. Het bloed van de vermoorde speler Zwart. Goedemorgen. Morgen. Morgen, goedemorgen. Morgen. Met zeer veel zorgen. Of ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Nou, er is iemand dood, dus morgen. Lijkt me wel. Oh, mis iemand. Nou ja, het kan natuurlijk een van de bad guys zijn, hè. Dat zou kunnen, Nick, maar dat zal ik jullie eens even vertellen. Jullie zijn zojuist speler Zwart verloren. En speler Zwart, dat was jullie held. Oh, dat is wel jammer. Wat een tijdig. Even in de chat voor de held inderdaad, Lars. Ja. Ik ben wel benieuwd of iemand van jullie iets heeft gehoord. Want er is een moord gepleegd in het dorp. En ja, jullie waren er allemaal. Ik ben benieuwd. Torek Wolf. Ik heb lekker geslapen. Dat is mij opgevallen, sowieso. Maar verder eigenlijk niet. Nou, dat is fijn om te horen. We gaan naar je buurman, Lars. Behalve dat dit bed vrij hard is. Ik snap ook niet waarom iedereen zegt dat het bed zo lekker is. Ik heb echt bizar veel bij deze gozer gehoord. Echt, waarom komt er zoveel herrie uit jouw huis? Dat is gewoon niet normaal. Ik ben gewoon een fulltime gamer en ik hou er gewoon van voor tot laat in de avond door te gaan. Ja, oké? Okay? Het spijt me. Stil. Echt, ik, de volgende keer ben ik helemaal stil voor je. Het spijt me. Je hebt dus iemand horen streamen, Lars. Oké. Ik ga verder naar Nick. Ik snap het wel. Het is zeer irritant. Heb jij er ook last van gehad? Ik niet, hoor. Oh. Ja. Dat is knap. Nou, ik wel, toevallig. Dan heeft hij waarschijnlijk oordopjes in gehad of zo. Dat komt wel goed. Nick, ik ben benieuwd wat jij zelf hebt gehoord tijdens het streamen. Nou, ik heb niet direct iets gehoord en gezien. Ja, het plezier wat ik achter mijn computer had natuurlijk. Maar dat is een tweede. Dat heeft Lars ook gehoord. Ja, zeker gehoord. En voor de rest? Maar voor de rest, nee. Alles is wel nog prima hier. Duidelijk. Dan gaan we naar jouw buurman L. Ray One. Wat heb jij gehoord? Ik heb niks gehoord alweer. Oké, duidelijk. Dan gaan we naar de buurvrouw. Ja. Wat heb jij gehoord?
Nee, het was weer een rustige nacht. Lekker bed. Duidelijk. Dan gaan wij naar jouw buurman, Viren X. Nou ja, ik heb de livestream van onze games gekeken, maar voor de rest... daarna ben ik lekker gaan slapen. Dus... Zeker. Bedankt. Was wat leuk, ja. Heb je ook gedoneerd? Nou ja, ik wil het niet weten. We gaan verder. Nou, ik heb wel geschreeuw gehoord van een geïrriteerde man, maar ik weet niet of het Lars was. Nou, geïrriteerde mannen moet je bij mij weten. Kan ik ook wel zijn, zeg maar. Duidelijk. Kevin de Grote, is jou iets opgevallen? Nou, mijn bed kraakte nogal. Maar... Oei, dat is vervelend. Voor de rest niet echt iets. Maar lacht hij wel goed? Half. Ik werd wel wakker en toen zei ik nogal... veel activiteit en hoorde ik nogal veel, maar ik denk dat dat al is omdat mijn buurman vermoord is. Dat zou zomaar kunnen. Ja, oké. Dank je. Ja, het lijkt nogal veel lawaai maken. Dat lijkt mij ook. Guus? Nou ja, ik heb geprobeerd de stream van onze games te kijken, maar het internet was een beetje slecht. Maar voor de rest niet heel veel opgemerkt. We horen het inderdaad, Guus. Ja, jij hebt geen 5G of wel? Guus heeft duidelijk geen 5G. We gaan verder naar Jurgen. Edeldier, wat heb jij gehoord? Nee, ik heb heerlijk geslapen vannacht. Dat is mooi. Remco de Kast. Ja, ik heb als een blok geslapen vannacht. Ik heb gewoon heerlijk geslapen. Bevredigend. Ja, je had weinig te klagen aan al die stemmen. Nou, het was bij mij in de straat behoorlijk stil. Ik heb mijn buren niet gehoord. En die hebben me niet uit mijn nachtrust gehaald. Dus ik ben tevreden. Dat is wat je wil. Jossa Blakka, wat heb jij gehoord? Nee, ik heb verplaatst van mijn bed naar de bank, maar... Oh, waarom dan? Oh. Ja. Dat was voor gelijk. Je hebt goede keuze in bed. Lastig. Jij deed een Jochem Meijertje. Ik slaap op de bank vannacht. Duidelijk. Ik ben benieuwd of er iemand is die wil stemmen. Want vorige keer ging iedereen massaal toen Lars en Remco gingen. Ik geef jullie gewoon vandaag weer die kans. Ik niet direct. Ik vind het wel goed. Ja, of willen we weer... Nou. Onnodig. Niet echt heel veel aanleiding. Goed, dat zit jij. Nee. Nou, maar we moeten niet aanleidingen hebben. Iedereen zegt toch, hoor, ik was het niet. Behalve deze gozer hier naast me, die maakt herrie. Maar die geeft het ook toe. Dus die is eerlijk voor mij. Maar de rest zegt allemaal, ik heb niks gehoord. Maar één van jullie heeft wel wat gehoord, meer waarschijnlijk. Jazeker, dat moet wel. Dat helemaal. Gozer, heb jij niks gehoord van de moord? Nee. Behalve dat er misschien midden in de nacht ineens stopte en... Ja, wie weet, hè. Was wel meer informatie geweest, wie weet dus. Maar als er niemand is die wil stemmen, dan gaat deze dag natuurlijk gewoon voorbij. Ja, nee, we gaan wel stemmen. Ik ga op rood stemmen. Dit is zo achterlijk. Gaan we allemaal? Daar is geen nadenken bij nodig. Stem op rood. Ik vind het erg verdacht. Nee. Waarom zouden we opeens... Jongens, kunnen we niet beter gewoon wachten? Ja, in een jaartje. Anderhalf meter van elkaar verhalen. Groen moet praten vandaag, jongens. Allemaal aan de andere kant van de bank. Heb ik iets verkeerd gezegd dat iedereen in één keer... Ja, wat is er gebeurd? Ja. Geen idee. Ja, ik ga niet. Op rood, dan gaat hij lekker dood. Oké. Zo. Het toilet op die campfire songs. Ik zie wel dat iedereen netjes anderhalve meter houdt. Nou, even een vraag, hè, Lars. Is er ooit iets gebeurd of zo in het verleden dat jij en Remco zoveel ruzie hebben of zo? Nou, nee. Nee? Nee. Nee. Gewoon geen mooi kopje, zeg maar. Ja, moet toch een slachtoffer uitkiezen en dan gewoon bam, volop gaan. Gewoon... Okay. En hij keek me toevallig lelijk aan, dus denk ik, ja, slachtoffer. Maar jullie hoeven vooral niet doen wat ik zeg. Nee, dat zeker. Dat is, iedereen heeft zijn eigen mening. Mag toch ook vrij van mening zijn. Dat is zeker waar. Ik vind het wel netjes dat iedereen zich aan de corona-maatregelen houdt. Echt leuk. Oh. Anderhalve meter regen wordt wel aangehouden. Ja, dat is zeker waar. Dat is heel goed. En ik zie dat iedereen weer gestemd heeft. Zeg maar niet de dam. Wat gebeurt er als ik 3 blokjes van rood in dat bakje gooi? Nou, je mag maar 1 stem uitbrengen. Dus dat... Mag jij dat controleren? Meer doen. Ja, maar kijk, Lars, op een gegeven moment gaan jouw rode stemmen dan op. Ja, maar tegen die tijd is hij toch al dood. Dus kies ik weer iemand anders. Zo. Wat een dreiging! Wat een haat! Zo. Is echt zo onnodig? Ik denk dat je het anders plannen dan dat je weet dat hij doodgaat. De stemmen zijn geteld. En wederom zijn er meerdere stemmen gevallen op Remco. Hoeveel dan? Vertel dat maar. 5. Het is in ieder geval niet de meerderheid. Oh, ik hoop dat het niet de meerderheid is. Nee, zeker niet. Er is namelijk ook een stem gevallen op speler wit. Oh. Ja. Oké. Okay. Dan heb ik dus wel echt iets verkeerd gezegd. Maar
wederom geen meerderheid. Er zijn namelijk ook een paar stemmen gevallen op roze. Jeetje. Roze was ook van de partij, maar de meeste voorspelen groen. Ja, Bob, echt niet. Die de man. Oh. Plot twist. Lars, je wordt op het matje geroepen. Nou, omdat ik vet leuk ben. En ik beloof dat ik dan de volgende keer niet op rood stem. Dat is jouw verdediging. Maar ik... Nee. Van de belofte, zee, jongens. Ik weet het niet. Ook een mond wel dicht. Maar hij kan ook dus qua dorpeling zijn dat hij helemaal tarm. Ja, dat nou... Hij is helemaal gek, deze gast. Ik weet niet. Ik zei natuurlijk de vorige keer dat Remco misschien zijn dorpsgek was. Maar Lars was natuurlijk de eerste persoon, geloof ik, die begon te stemmen op Remco. Toch? Ja. Hij pakte als eerste het blokje en loopt. Ja, hij liet zien op wie die stemde. Oké. Okay. Ja, dan Grijs was in het loopje terecht dat naar iedereen dorpsgek gaan roepen. Nee, zeker niet. Maar... Nee, ik zeg gewoon dat hij gespeeld is. Ik wil wel, zeg maar, dat ik het nu zeg en al gebeurt het zometeen. Ja, dan kan je zeggen tot zo. Precies, ja. Ja, oké. Okay. Nee, snap je. Eigen gevoel. Nah. Lars. Wat? Hoeveel acties heb je uitgevoerd in dit spel? Ik, het telt stemmen op Remco. Dat nee, de nachten. Oh, nacht. Helemaal nul. Niks. Is er iemand van zijn buren die zeker dat Remco dood zou gaan? Een hele leuke jongen. Die misschien iets te veel kletst, maar ik ben echt verder. Ja. Maar het zou kunnen zijn dat hij gewoon een reden zocht om op Remco te stemmen, dat hij nu daardoor een beetje over de top gaat. Ja. Yeah. Ik ben benieuwd, jongens, wat jullie gaan stemmen. Want ik ga jullie vragen om onschuldig of schuldig te typen. Op 3, 2, 1. Dat lijkt me duidelijk. Ja. Lars, ja, je komt er goed vanaf, jongen. Ja, dank u. Gefeliciteerd. Ja, moet je nagaan, Lars. Rood heeft nog niet eens gestemd. Hey, ja. En Lars, ik heb onschuldig gestemd. Dus ik vertrouw erop dat wij vanaf nu toch wel wat aardiger met elkaar omgaan. Ja, wij zijn beugels. Oh, donker. Ik ga vanaf nu op geel. Ga ik Oh. Dat is Jossa Blakla, man. Nee, allemaal Jossa Blakla. Blakla? Blakla. Jossa Blakla, boys. We gaan naar nacht nummertje 3. De nacht waarin de moordenaar wederom zijn zinnen heeft gezet op Speler Wit. Dit keer wordt hij niet verleid. Hij sluipt het huisje in van Speler Wit en vermoordt hem. Op weg naar huis komt hij echter iemand anders tegen. Het is de beta-weerwolf die opdracht heeft gekregen van de Alpha om Speler Roze te vermoorden. De moordenaar zelf. Wederom dus een bloederige nacht waarin Speler Wit, de burgemeester, wordt vermoord door de moordenaar. En Speler Roze, de moordenaar zelf, door de wolven. Oh. Goedemorgen. Hoe is het? Wacht, dan dat zeggen we zo meteen. Wacht maar. Ik zie wel heel veel mensen. Oh, er komen nog wat mensen aan. Oh, waar? Oh, dat is waar. We missen er een paar jongens. Ja, heel wat. Ja, dat is hard gegaan nu ineens. Waar is iedereen heen? We missen Guus. En nog iemand. En Nick. Ah. Zijn livestream is er niet meer. Oh. Geen livestream meer van onze games, helaas. Ik heb voor jullie, dames en heren, goed nieuws of slecht nieuws? Ja, goed. Goed nieuws. Oh. Okay. Slecht nieuws eerst. Nee, goed. Kom op. Ja, doe maar goed nieuws eerst dan. Het goede nieuws eerst? Oké. Speler Roze is dood. En dat was jullie moordenaar. Hey. Nou, niet te vroeg juichen. Want Speler Wit is ook overleden. En dat jullie Nick, onze games... was de burgemeester. Oh. Nee. Oh, dat is echt fucked up. Dat is wat minder. God damn it. Dat wordt heel kut. Dit is toch wat minder. Ik ben meer naar Bonkai te rollen. Daar zal hij mijn buurman. De burgemeester dood is inderdaad lastig. Dat is zo'n rol die kan checken of iemand schuldig en onschuldig is. Hij zal gemist worden, ook de stream. Jurgen, wat... heb jij gehoord? Nee, ja, mijn kant van het dorp is nog redelijk rustig tot nu toe. Nou, dat is een gelukje voor jou. Remco? Ik heb echt niks gehoord. Het was zo stil. Ja, ik heb niks gehoord. Ik heb niemand horen lopen. Ik lag gewoon vredig te slapen. Ja, ik heb geen idee. Het is echt, ik ben echt verbaasd dat hij er niet meer is. Dat snap ik. Jouw buurman, Jossa Blakka. Mijn kant is niet meer gekomen. Lastig. Mijn account en mijn streams zijn weg.
Ja, dat is lastig. Ja. Dan moet je iets anders gaan kijken. Misschien de weerwolvenaflevering over een paar dagen of zo. Ja, je weet het niet. Tork Wolf. Ik heb vrij weinig gezien. Duidelijk. Maar ja, ik slaap altijd met mijn gezicht naar de muur. Dus ja, dan zie je ook niet heel veel. Nee, dan wordt het lastig om iets te zien. Lars, heb jij iets gehoord? Ik heb mijn raampje uitgekeken en toevallig woont Oranje recht tegenover me. En het viel mij denk ik op. Jij heet Torak Wolf. Ja, dit is wel even een clue, jongens. Ik heb er een, dit is er een. Zet hem weg. Hup. Ik dacht dat je op geel zou gaan, Lars. Ja, nee, maar Oranje lijkt op geel, dus dat is goed genoeg. Goed genoeg, ja. Het is in de buurt. Duidelijke clue. L-Ray 1, wat heb jij gehoord? Nou, niet echt, maar ik heb wel op zich wel geslapen. Ik snap niet hoe mensen hun bed niet lekker kunnen vinden. Wel goede bedden, goede kwaliteit. Dankjewel. Wat voor bed heb je jou gegeven? Een goeie. Een normaal bed. Met wie heb jij geslapen om een lekker bed te krijgen? Ja, dat... Buurvrouw? Dat is beroepsgeheim. Ik ga verder naar de buurvrouw. Is er iets wat jij gehoord hebt? Nee, er is niks, mij niks opgevallen, maar blijkbaar is mijn lieve buurman dood. Dat is wel... Ik merk ook dat ik jou steeds buurvrouw noem, ja. Omdat ik niet weet hoe ik Svajone moet uitspreken. Maar Kevin de Grote. Behalve mijn buurman die alweer doodgegaan is. En waar ik wakker van werd. Niet echt, maar ik heb wel naar de radio geluisterd. Er was een heel leuk liedje op. Oh, welk liedje? Het was volgens mij Dit is het Kippenhok. Oh, dat is een goed liedje. Oh. Dat is een mooi lied, echt. Oh. Oh, ik kan je aanraden volgende keer naar een andere radiozender te luisteren. Bij mij stond Everything van Kevin Dooms op. Dat is wel mooi. Dat is ook gewoon een heel goed liedje, Remco. Viren X. Ja, ik heb een beetje onrustig geslapen. Ik kwam niet echt lekker in slaap. Maar voor de rest, ja, ik wil prima doorslapen. Duidelijk. Dan zijn we het rondje alweer af. En ben ik benieuwd of er mensen zijn die een stem willen uitbrengen. Dat mag namelijk nu. Jullie mogen een blokje deponeren in de kist. Ja, natuurlijk. Er staat een heel groot wolf, man. Ja, het is wel de grootste aanwijzing die we nu hebben. Heb je toch een aanwijzing? Ja. Kijk, nou ja, goed. Ja. Laten we... Alleen, je krijgt namen voor Lars. Ja, ik ga een keer met Lars mee. Ga een keer met Lars mee. Met Lars mee? Ja. Gaan we weer Polonaise doen. Nee, ik ga eerst jij met Lars. Anderhalf meter. Ik sta hier. Dat is anderhalve meter. Het is wel heel leeg hier nu. Anderhalf meter. Kom niet in mijn oude. Ik denk dat iemand eventjes een speechje kan voorbereiden. Lars die kent zijn klassiekers. We hebben geen laatste woorden meer die Kevin kan voorlezen. Dat is wel jammer. Dan kan hij mijn verhaal van drie bladzijden slang over kaas niet meer voorlezen. Dat was een beetje de reden dat de laatste woorden wegvielen, omdat mensen een boekwerk schreven, maar misschien dat het wel terugkomt. Het is wel, het kan heel nuttig zijn. Ja, dat is waar. Mensen in de comments. Laat weten of jullie de laatste woorden terug zouden willen zien bij Weerwolven. En wie weet, komen ze dan terug? Duurt lang. Ja, kom op, zo lang duurt het. Ze willen gewoon stemmen, dus dan duurt het zo lang. Drie oranje blokjes erin en klaar. Ze kunnen niet kiezen. Ja, dat is niet zo moeilijk. Oh, gaat een oranje. Oranje. Ja, nog een keertje. Welp oranje, oranje? Ik denk niet dat oranje op oranje gaat stemmen, mensen. Nope. Toch? Nee, ik ben niet geweest. Nou, ga dan, oranje. Hop, kijk, zo eentje. Nee. Dit is wel een democratisch dorp, joh. Auw! Oh. Hey! Oh. Oh. Nou, oké, okay, joh. Nou wordt het heel vandaag. Okay, kijk, oranje die mapt Lars en daar gaat ze gelijk, hoor, de buurvrouw. Van is men begint een wolf hangig te gaan en gaat hij aan de kip jagen. Ja, dat snap ik ook wel. De wolf is op de kip aan het jagen, inderdaad. Ik ga heel even in de kist kijken, dames en heren, want jullie hebben volgens mij allemaal gestemd. Ik ben heel erg benieuwd. En dan zie ik hier zo, dames en heren, dat er op twee kleuren gestemd is. Welke kleuren zouden dat toch zijn? In ieder geval niet rood, Remco. Jij bent safe. Er is gestemd op Lars, groen. En op Tork Wolf, oranje. Ja, ja. Zo. Jongens. Tork Wolf heeft een meerderheid. Het is dan Lars toch gelukt om hem hier op het matje te krijgen met zijn beschuldigingen. Tork Wolf, waarom moet jij niet dood? Ja, je krijgt een naam voordat je weet wie je bent. Dat sowieso. En ik kan nu ook met een vingertje gaan wijzen zoals Lars steeds doet.
Maar dat ga ik niet doen. Ik zal wel even vertellen hoeveel acties ik heb gedaan en voor wie ik ben. Ik heb 3 acties gedaan. En 2 daarvan zijn op Lars. En 1 daarvan zijn op speler wit. Op Nick. Duidelijk. Dat was mijn laatste bord. Die is dus hard dood. Ja, maar jij leeft nog. Ja, ik wel, tuurlijk. Ik wel, hij niet. Dus kan betekenen dat hij of jullie allebei een keer gered heeft, of dat hij gewoon gefaald is in jouw dood krijgen. Ja, maar dat snap ik. Of Lars probeert nu gewoon zoveel mogelijk mensen overdag te killen, zodat hij 's avonds minder werk te doen heeft. Zou kunnen. Lars, ik vind het wel. Zou kunnen. Ja, tuurlijk, maar is niet waar. Is totaal. Ja. Maar ik vind het goed bedacht. Nou, Lars staat alleen niet hier op het matje. Het gaat hier vandaag om Torak Wolf. Jullie gaan namelijk beslissen of hij moet overlijden. En dat wil ik graag weten door onschuldig of schuldig in de chat. Op 3. Oh, daar komen ze al. En dan zien we een meerderheid voor onschuldig. Ja. Maar, dames en heren, ik heb een plot twist. De Cupido... Plot twist. De Cupido heeft namelijk 2 mensen gelinkt. En er is iemand gelinkt aan onze Nick. Die is overleden vannacht, speler wit. En die speler die daaraan gelinkt was, mag zich gaan opofferen in deze put. De oneindig diepe put. En deze speler... is speler Oranje. Plot twist. Oh nee. De hele dag onnodig. Dus we hebben deze hele dag verspeeld. Oh, wie zei dat? Dit is wel sneu. Dag verspeeld? Ja. We hebben toch alle aandacht op hem gedaan en nu gaat hij dood. Ja. Maar kunnen we niet nog een keer stemmen? Oh, rip. Oh, dit is echt fucked up. Tenzij hij een wolf is, dan is het niet verspeeld. Maar... Ja, dat maakt me niet meer over uit. Maar... Ik dacht, ik laat jullie gewoon heel even overdag... een ronde gaan. Even aan elkaar laten horen wie jullie verdacht vonden. En ja, dit kwam eruit. Nee, maar volgens mensen dan... Het was wel verdacht dat werd gezegd. Mogen we nog eerst weten wat voor speler het was? Oh, zeker weten. Speler Oranje was jullie dokter. Oh my god. Wat een beslissing. Sorry. Nou, Lars, we de uitstekende leider. Nou, dat was een bewogen dag. Ik ga jullie vragen om terug naar jullie huisje te gaan. We can do this. Meld is ook al dood, toch? We moeten elkaar iets meer gaan vertrouwen, denk ik. Oh, shit. Ja. Dus, over dat overleven, jongens. De wolven besluiten samen om speler Donkerblauw te vermoorden in nacht nummer 4. De heks is ook voor het eerst wakker, aangezien het duidelijk wordt dat de spelers het op speler blauw, donkerblauw, gemunt hebben. De heks besluit de spreuk te gebruiken om iedereen in leven te houden vannacht. De wachter is ook wakker en ziet dat speler groen bezocht wordt door speler grijs. Goedemorgen, iedereen. Had ik niks gebeurd? Nee? Nee. Mooi. Oh, hier zit. Ja, kom maar aan mijn bankje gezet. Ja, even verdelen. Ja, knus. Er is inderdaad niets gebeurd. Ja. Maar, ik ben wel benieuwd. Iedereen eventjes zen. Iedereen is even zen. Dat mag, na zo'n heftige dag als gisteren met die plot twist. Maar ik ben wel benieuwd, Remco. Nou, het was eigenlijk nog steeds een vrij rustig mijn hoekje. Bij Guus hoor ik niet zoveel geluid meer. F voor Guus. En wilt er naast mij, Veyron. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel gehoord weer. Dat kan. Dus ik denk dat het bij mij bij de buren wel goed zit. En ik heb een beetje naar buiten lopen staren. En heb ik ook niemand gezien eigenlijk. Dat is lastig. Dan gaan wij verder naar Jurgen, edeldier. Wat heb jij gezien? Ja, ik weet dat er iemand probeerde langs te komen bij mij. Maar ik had de deur goed op slot gedaan, gelukkig. Oh, jij hebt gevoeld en gehoord dat er iemand langs kwam. Heftig. Zo interessant. Ja, dus ik zou heel graag weten wie dat was natuurlijk. Dat snap ik. Viren X, was jij het misschien? Nee, ik heb niks gehoord eigenlijk. Wel een beetje last van mijn rug, maar... Lastig. Ook last van het bed. Ja, ja. Ik moet daar toch eens naar kijken. Kevin de Grote, weet jij iets? Nou, behalve dat mijn bed nog steeds kraakt en ik helemaal aan de andere kant bij Groen iets zag bewegen. Niet echt. Jij zag iets bij Groen bewegen. Groen?
Oké. Dat is apart. Nee. Maar ik vind het wel knap dat je vanaf daar helemaal naar daar kan kijken van wat er gebeurt in een huisje, maar... Ja, precies. Waarschijnlijk dat ben ik alleen ik, denk ik. Maar... Zijn er wolven ogen? Nee. IJsberg en met jullie ogen. Als hij echt helemaal naar die kant kan kijken. Beren hebben goede ogen, zegt Kevin de Grote. Dankjewel. Elray, wat wil jij? Ah, nee, maar ik vind het gewoon wel verdacht dat Kevin de Grote hier zo helemaal zo naar de andere kant van het dorp kan kijken. Ja, nou ja, sommige mensen hebben goede ogen. Je weet het niet, of het verdacht is of niet. Ja. Ik ben wel benieuwd. We gaan even naar Lars. Ja. Wat heb jij gehoord? Nee, helemaal niks deze keer. Nou jawel, ik ben bij Edeldier ben ik langs geweest. Dat vond ik leuk. Maar voor de rest, ik heb er niet zo heel veel gedaan. De deur zat op zo. Nee, je had gewoon moeten vragen, dan had ik de deur opgedaan, joh. Nou, voor de volgende keer even de achterdeur openzetten, alsjeblieft. Oké. Ik weet niet of mijn huis die heeft, maar anders ga ik erin aanvragen. Maak er even eentje, dan kom ik via de achterdeur bij jou naar binnen. Prima. Oké, nou ja, visite dus. Joost, wat wil jij? Ik heb wat geluid gehoord, maar dat mijn buren lekker langs elkaar, dus ik zie geen problemen. Oké, geen problemen. Ik ben wel benieuwd of jullie misschien onderliggend wel problemen met elkaar hebben, want in deze ronde zien we altijd of mensen stiekem toch iemand verdacht vinden. Het is namelijk tijd om te stemmen. Echt vet veel. Maar ik heb alles heel bij veel. Me. Ik wil er wel wat kwijt. Oh. Ja, dit is... Let's go. Hoppa. Gaan we nu. Ja. Ah, iedereen gaat weer richting het huisje. Hij loopt het stemhokje gewoon in, joh. Ja, Lars, ik krijg een maatje, man. Laat de deur open staan, dat is toch niet netjes? Ja, nee, dat is ook niet netjes. Ja, is iemand gek voor, hè? En dan op roze stemmen. Op roze stemmen. Ja. Op welke kleur zijn ze? Roze is al weg, hè? Roze is al weg. Respect voor de doden, man. Ja, sorry. En voor Guus, jongens. Zo. Guus, die komt. Het is wel heel heftig. Ja, dat zijn zware beschuldigingen. Nou, goed. Hij is weer vast niet ergens ontspoken. Ja. Ik hoop dat hij nog een keertje langskomt, je arme jongen. Het was best een aardige knaap. Het was een hele aardige knaap. Het was alleen ook een moordenaar. Kort in ons dorpje mogen hebben. Ja, ik weet niet of je hem langer in je dorp had willen hebben, Lars, een moordenaar. Ik laat de deur open voor je, Jossa. Ja. Is Jossa dan ook de laatste die wil stemmen? Dat is wel beleefd, weet je wel. Of is dat nou niet beleefd? Nee, dat is beleefd als je de deur voor iemand open doet, toch? Oh, ja. Nou, bij mij was het niet beleefd. Nee, maar jij deed niet achter je reet dicht toen je naar binnen ging. Ja, de tocht, hè. Het is niet mijn huis, hè? Het is niet goed voor de energierekening. Ja, maar je moet toch netjes omgaan met spullen van een ander? Anders moet God heel veel geld betalen. Het is van het dorp. Het is van de community. Ja. Kerst met de community. Ja, dat had ik ook in mijn hoofd. Dat was een vet goed liedje. Wie zou die geschreven hebben? Is dat de Victory Song? Die heb ik laatst nog in de stream opgezet. Gisteren zelf. Gisteren? Ja, gisteren bij Remco. Ik heb het. Ja, dat geweest ben. Dat was ik inderdaad. We gaan eens al even kijken. Ik heb hier... Jij bent ook de enige die simpel genoeg plukt. Dat was ik ook inderdaad. Ja. Maar, we hebben belangrijkere zaken, mensen. Ik zie hier meerdere stemmen. Ik zie dat er ook gestemd is op speler zwart. Maar speler zwart, die is namelijk al heel vroeg in het spel overleden. Dat was de held. Dus... Ik denk dat het voor spelen donkergrijs is. Die is verwarrend. Die is een beetje hetzelfde. Ja, het lijkt inderdaad wel een beetje zwart. Heb iemand nog een zwart? Grijs. Dan is er ook nog één stem op lichtgrijs gevallen. Ah, ja. Nou, je bent niet degene met de meeste stemmen, Kevin. Dus je mag gewoon lekker terug gaan zitten. Ja. De meeste stemmen zijn namelijk ook niet gevallen op Fire and X. Die hadden drie. Twee. Het is Lars. Oh mijn god. Lars. Waarom? Lars. Nogmaals welkom. En nogmaals, waarom moet jij niet sterven? Omdat ik een hele leuke jongen ben. Kijk, ik schiet gewoon een beetje random. Gewoon pang op die, pang op die, pang op die. Maar heb ik het tot nu toe goed gehad? Nee. Dus ik ben vet onschuldig. En ik zal mij nog even laten leven als ik jou was. Ik kan nog heel nuttig zijn voor jullie. I beloof. Ik kan zingen. Ja, ja, dat kan ik ook. Ik wil voor jullie een concert van dit. Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Doe maar niet zingen. Als je nu mag blijven leven. Maar wat heb jij vandaag gedaan, Lars? Ik ben bij Jurgen langs gegaan. Wat heb je bij Jurgen gedaan? Ja, wat wou je daar doen? Nou ja, ik wilde hem beschermen, maar dat ging niet, want de deur zat dicht. En blijkbaar is het niet nodig geweest, want hij leeft nog. Dat vind ik heel fijn. Hij leeft.
Oké, dus jij bent de... Wie kan beschermen? Wachter? Nee. Nee, beschermengel toch? De held is ook al dood. Is er nog iemand die kan beschermen? Dokter. Ligt eraan of de bescherming erin zit. Ja. Dat ligt eraan, dat weet je niet. Eigenlijk volgens mij nog. En laten we ook niet uitsluiten dat Lars nu inderdaad al toch wel op 3 mensen heeft geprobeerd kwijt te raken hier tijdens de stemming. Ja, precies. Ja, heeft mij voor het vuur gegooid. Ik denk wel dat de heks iets heeft gedaan vannacht, want het is wel heel raar dat, dat de wolven nu besluiten om, hé, we gaan iemand vermoorden. Vaak. Ja, vaak gaat wel iemand dood. Ja, ja, gelukkig dat hij het heeft gedaan. Laat mij leven. Zullen we gaan stemmen, jongens? Ik wil graag van jullie weten of Lars dood moet. Onschuldig. Of onschuldig is. Oei. Dan zien we dat Lars schuldig wordt bevonden door jullie. En dat betekent dat Lars zich mag opofferen. Maar dat wil ik niet. In de put. Ik wil niet. Ik ga... Nou, je mag de put in. Kruip in het vuur. Zou ik een optie? Het vuur, mag dat? Ah, nee. Dat werkt niet echt. Dat is goed. Hé, hey, maar weet je, jullie zoeken het maar uit. Op je dorpje. Hè? Ja. Ik heb onschuldig gezegd. Later, gamers. Wie heeft onschuldig gezegd? Ik er. Oh, dat vind ik aardig. Dat vind ik lief. Dat is de enige, maar oké. Okay. Doei. Die is echt vet diep. Nou, ik zei later, gamers. Oh, sorry. Mensen, ik heb slecht nieuws. Jullie... Ah. Jullie hebben Lars eruit gegooid en dat was de dorpsgek. Oh, mijn god, jongens. Ik zei het. Ja, jullie zeiden het, maar toch hebben jullie hem eruit gestemd. En dat betekent dat Lars iemand mag meenemen de dood in. En wie dat is... Goed idee. Even kijken. Kevin de Grote heeft als enige onschuldig getypt. Dat was vet dom. Dus Kevin de Grote, kom achter me aan. Kevin de Grote moet zich opofferen. Bon. Oei. Wat? Dat zal niet aankomen. Ik hou mijn mond. Ik zeg niks. Heel verstandig. Daarmee, jongens, nemen jullie ook afscheid van de verleider. Oh my god. Jongens. Het gaat niet goed, jongens. Dat betekent dat er eigenlijk 2 dorpelingen zijn gestorven vandaag. En het wordt heel erg lastig nu voor de dorpelingen. Oh. Is de beschermengel nog in de game, ja toch? Moet hij nu echt wat doen? De heks misschien. De heks misschien ook, ja. Dus sowieso moeten de dorpelingen morgen even goed gaan praten met elkaar. Dit wordt een rare goodnight snap, jongens. Welterusten. Nacht nummer 5. En de wolven ruiken de overwinning. Ze besluiten om speler Bruin te vermoorden. En de enige die de winst voor de dorpelingen nog kan bemachtigen, is de heks. Deze heeft nog 1 spreuk over om een andere speler te laten sterven. Hij kiest er dan ook voor om niet speler Bruin, maar speler Lichtblauw te vermoorden. Helaas voor de dorpelingen is dit de Cupido. Ga onze buurman, Remco. Oh, mensen. Ja, daar ging jullie buurman, Remco en Jurgen. Maar ik heb slecht nieuws. Dit is een onhandig aantal. Ja, joh. Geen paniek over dat onhandige getal. Er waren namelijk nog 3 dorpelingen en 3 weerwolven. En ik kan jullie vertellen dat het spel zojuist is afgelopen. Voordat we weten wie er dood is gegaan? Oh nee, zeker niet. Ik kan jullie wel vertellen dat de heks een verkeerde keuze heeft gemaakt. De heks heeft namelijk de Cupido vermoord. Oh mijn god. Nee. Jongens. Dat betekent dat er nu 2 dorpelingen zijn. 3 weerwolven. Die kunnen nu vanuit de meerderheid het spel winnen. Nou jongens. Oh mijn god. Wie is hier nog wel goed? Buurvrouw en jij? Gefeliciteerd, wolven. Jullie hebben gewonnen. Ik heb iemands leven gered vannacht. Oh, ik weet trouwens wie er goed is. Jij bent goed. Want ik heb je leven gered vannacht. Serieus? Ja, daar hebben we niet zoveel meer aan, maar het was leuk. Geweldig. Ja. Gezellig. Ik moest schokken, zeg maar. Ik kon jou redden, maar ik wist niet wie de wolven waren. Dus ik heb heel goed gegokt. Gaan we gewoon bankjesverdeling maken nu? Mensen, ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze nieuwe Weerwolf aflevering. Bedankt voor het meespelen, iedereen die er was. En tot de volgende keer. Oh mijn god. Ja. En uit de 4 mensen, waar de 3 wolven waren,
heb ik precies degene gekozen die onschuldig was. Bij ons hoorde. Dus, ja. Oké. Okay. Nou, hij springt wel.